ik zit midden in het natuurpark achter een wilde Przewalski heen staan. Het is Daktari in de polder hier. Ja. Mag ik jou straks even vertellen als ik hier klaar ben? Want ik denk dat dat, ik weet niet of een vrouw thuis is, eerlijk gezegd. Ik ben Bas Steltepol, ik ben dierenarts. Voorheen deed ik alle soorten dieren en nu doe ik met name paarden en koeien in Flevoland. En ik heb me een beetje toegelegd op de wilde dieren en de grote grazers in de Nederlandse natuurgebieden. Zoek! Bij die bomen, op de hoogte van die bomen, dan iets in het gat waar wij in kijken. Zoek! Zoek! Vandaag hebben we weer een bijzondere diersoort, de eland. Hier in het natuurpark hebben we ook een aantal elanden lopen en vandaag moet er één verplaatst worden. Omdat die anders gedekt kan worden door zijn eigen zoon, dan krijgen we inteelt, dat willen we voorkomen. Ja, het voeren eerst maar even. Mannetje. Natuurpark Lelystad is ooit voor een deel opgezet als overloop van artes. Nou, de eland kwam heel vroeger ook in Nederland voor. Dan heb je het echt over de vroege middeleeuwen en die is langzamerhand verdwenen. Maar hier in het natuurpark hebben we nog een populatie en die proberen we ook in stand te houden. Ja, ik weet niet hoe. Weet je, zo schiet ik hem net in zijn knie, joh. Dat moet ik niet hebben. De elanden die zitten in een klein gebiedje. Dus eigenlijk is dat een heel beperkt gebiedje voor ze. Het zijn grote dieren, het zijn solitair levende dieren. Dus ze zijn. Een eland heeft heel veel rust nodig. Ja. En als je dan te veel dieren bij elkaar hebt, dat gaat gewoon niet goed. Dus we hebben nu twee oude koeien met drie jongen. We hebben twee jonge stiertjes en een koekalf. Nou ja, daar gaat een van de oude koeien gaat weg. Er gaat dan eens een jong stiertje gaat er weg en dan met de rest blijft gewoon lekker lopen. En dan, En wat gebeurt er met deze die nu net gestoken? Deze gaat nu op transport naar Frankrijk. Dus zeg maar het staatsbosbeheer van Frankrijk. Daar komen ze in een gebiedje nabij Parijs te lopen. Nou, die komen denk ik wel weer op een hele mooie locatie. Komt ze weer terecht. Kijk, China, omdat wij hier staan. Gaat hij eigenlijk, we blijven mooi rustig wachten. Dat gaat super, jongen. Het plan is om met de trekker en de auto de andere beest even weg te houden. En als jij achteruit je trailer in kan steken, dan willen we eigenlijk kijken of we hebben genoeg mankracht of we hem naar binnen kunnen slepen. Ja, maar dat is toch prima. 1, 2. Hij gaat naar Frankrijk, naar de Franse bosbouwdienst. Die hebben een wildpark, een beetje vergelijkbaar met Lelystad. En daar komt de koe op een gebied van een paar hectare. Dus ook voor het publiek, een publieksfunctie net als hier. 2, 2. Ik kijk even of ze gezond zijn. Ik kijk naar de slijmvliezen, naar de tanden, naar de oren. Ik luister even naar het hart. Kijken bij de teefjes altijd of ze niet per ongeluk loof zijn. Ja,
jachthonden in Flevoland. Die hebben 2 of 3 keer per jaar een wedstrijd. En dan keur ik. We moeten straks natuurlijk proeven lopen. Die moeten door het water, die moeten rennen, die moeten met een eend of een konijn sjouwen als ze dat apporteren. Dus die moeten gewoon wel een goede conditie zijn. We willen geen ongeluk hebben. Dat is goed. Veel succes. Veel plezier. Het zal nog wel lastig zijn om daar dat rapport boven die boom uit te zien komen. Ja. Maar er valt een kwaak en er is een schot, dus het is dubbel gemarkeerd. En een schot. Ja. Dat is een attentie. In eerste instantie een attentie. De hond zit hier alleen op post. Dan krijgt hij de attentie dat er iets gebeurt in het veld. Zonder dat zijn voorjager erbij is. Die moet eigenlijk markeren, zeg maar, terwijl hij zelfstandig zit. Moet hij zelf markeren. Dus hij moet opletten als er een schot is, waar eventueel wat neervalt. En dan moet hij gewoon in een best wel een ruig terrein, moet hij gewoon dat stuk wild eruit halen. Het was heel spannend. Gewoon, er liggen ook gewoon nog geen spoortjes natuurlijk. Dus de hond moet het echt helemaal zelf doen. Er was weinig wind. En dan heb je gewoon beperkte tijd. En normaal weet je gewoon, het is een gevorderde hond. Als je het ze echt laat uitzoeken, komt het uiteindelijk wel binnen. Maar ja, in deze wedstrijd heb je gewoon 5 minuten om beide stukken wild binnen te krijgen. Schat. Goed zo. Nou, ik kan je in ieder geval zeggen dat ik het voldoende vond. Mooi. Ja, je zit wel iets buiten de tijd, maar we moeten even kijken hoe dat verder gaat lopen. Ik moet heel lang wachten, maar dat heb ik ervoor over, want ik weet dat mijn hond het erg leuk vindt. En ik vind het ook wel erg leuk. En dan heb je dat er al voor over. Je hebt er jaren heb je daarvoor getraind, om dit te kunnen bereiken. Ja. Want voordat je op dit niveau bent, moet je wel wat gepresteerd hebben. Zoek, 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 zoek. Bij die bomen, op de hoogte van die bomen, dan iets in het gat waar wij heen kijken. Zoek, 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 zoek. Zoek, 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 zoek. Hij was gewoon heel, heel stout. Hij was zo ongehoorzaam. Oh, dus hij deed het niet dus goed. Dus hij deed niet naar behoren. Maar we gaan gewoon weer lekker verder. Het is een mooie dag. Dus het is leuk om samen met je hond lekker bezig te zijn. Ja, toch? Ja. Dus, en dat is het belangrijkste. Deze dieren van vandaag die staan op de nominatie om naar een park in Spanje gebracht te worden. Nou, hier zijn ze dus echt aan het uitslapen. Dus we hebben wel een beetje een probleem. Want wij hebben ze liever in de kraal. En dat is 6 dagen in de week zitten ze in de kraal 's ochtends, behalve vandaag.